wel leuk dat ik hier een keer mee mag maken, hoor, dit. Ja, maar je kan goed presenteren. Maar luister, er is iets anders aan de hand. Vertel het maar eens. Ja, op een gegeven moment met de laatste thuiswedstrijd. En nog geen paar dagen later krijg ik Lucien aan de telefoon en Hattie achter elkaar afzonderlijk mij gebeld. Dat de vader van Lucien Ton is opgenomen in het ziekenhuis. Ja. Ja, daar schrok ik wel een beetje van natuurlijk, want die man die hoort zijn halve leven bij de voetballerij bij ons. En ja, ik heb wel te doen met die mensen. Want, ja. Maar het is wel zo, dat Ton is al een beetje aan het sukkelen, hoor. Want hij is al een paar maanden terug ook opgenomen. Ja. Hij is, en ja, plotseling bij Nooddorp, die eerste wedstrijd, daar zat hij er alweer. Het zijn voetbalfanaten. Ja. Zowel moeder, die hoor je aan alle kanten bovenuit. Ik probeer boven haar uit te komen, maar dat lukt niet altijd. Hoor. Weet je wat ze ook veel schreeuwt? Nou? Dan denk ik steeds zelfs tegen mij, hè? Ja. Hey, of tegen jou. Ja. Hey, krullenbol! Ja, dat zijn wij niet. Wat is dat dan? Ze heb iets met haar dan, denk ik. Ja. Maar goed, die Ton die ligt nu in het ziekenhuis en dat gaat even duren. 6 tot 8 weken heb ik gisteren of eergisteren gehoord, omdat hij veel te veel vocht binnen blijft houden. Dan moeten ze eruit gaan, in het ziekenhuis uit gaan halen. Hoe weet ik niet, maar daar hebben we geleerd ervoor. Maar het is natuurlijk geen pretje. Dus we gaan nu even naar het Leienburg. Nou, rijden we nu een sluiproute en dan komen we ook langs Hans van der Pot. Leuk dat ik weet waar hij woont. Dat heb ik nooit geweten dat hij hier woonde. Dan moet je eens een keer op visite gaan, joh. Die vindt dat hartstikke leuk. Ik ga even kijken of ik het op de scheel geavanceerde apparatuur. En hij woont hier, want ik had ook bijna gewoond hier. Hè? Nou, meen je niet. Ja, even kijken. Dat had Hans niet gewild, hoor. Wie is het? Ratti. We rijden langzaam. Hè. Ik. Ja. Naar zijn huis. Ik weet niet of hij thuis is. Hij zegt altijd, ik heb het zo druk, maar ik had vandaag de indruk dat hij de hele dag thuis is. Hij ging bijna mee. Huh? Hij zou bijna meegaan. Ja. Hé, zijn autootje staat daar, kijk. Kijk. Ja, Hans, met Leo. Ja. Ja, waar zit je nou dan? Waar zit ik dan? Ja, ik denk thuis, want ik zie je auto staan. Ja. Ja, nou, thuis. We zouden toch naar het ziekenhuis gaan? Ben je het alweer vergeten van die tonhamers? Ik ben het niet vergeten, alleen maar ik zit te werken. Oh. Ik loop mee. Hij loopt mee, zie loop je? Je mee? Gezellig. Ik heb hier al een plekje bij Gerard Vrolijk. Oké, okay. Ja, doei. Gezellig, hè? Hij is het echt vergeten, hoor. Ja. Ja ik ben aan het werk, zegt hij. Wat een leugen. Nee, joh, dat is helemaal niet waar. Je ziet het en dan gelijk komt hij. En gisteren zegt hij nog, ik ga mee. Ja, en als je hem nou niet belt, dan is hij kwaad. Godverdomme. Dus hij gaat mee dan spontaan. Dat is leuk, Hans, dat hij... Ja, dat is leuk. Dat is, kijk, maar zo is hij. Hij heeft het druk. Jij ook. Zijn uurtje schrijft hij wel door. Dacht je van niet? Ja. Toen was het nog op de Fruitweg, waar dat Philipskantoor nu staat. Ja. Voetbalden ze daar? Ja, daar was het veld. Daar was die aan het voetballen. Oh ja. En nou, dan hebben ze bij de Waalsdorpenweg... Ja, bij de Waalsdorpenlaan. Ja. Daar voetbalden wij nou daar, ook al. Ja. Daar wat ben je aan het doen? Luister, wij zijn van een programma. Ja. Het gaat over de illegale loterij. Die meneer die daar bij u staat... Ja. Dat Ajax is Feyenoord. Normaal, als hij echt op tv komt, heeft hij een zwart balkje voor zijn ogen. Ja. Maar die... Oh, je kijkt. Nee, ik doe het. Maar nu loopt hij met loodjes hier, mevrouw. We zijn hier bij het ziekenhuis. We gaan op bezoek bij Ton Hamers. Die kent u wel. Ton Hamers? Ja, oud-Oornos, als u van Esdo bent. Ton Hamers. Ik ken alleen de familie van Kampen. Ik heb nog bij Esdo gehandbald, bij Athene gehandbald en bij... We hebben met de sportvrouw te maken. Ja. Maar we moeten echt naar binnen, mevrouw, maar het regent. Ja, maar gaat zou u een loodje willen kopen? Nee. In de tassen zie je. Hier, kijk, Feyenoord. Ajax zit erin en dan kun je 13 keer inzetten. Moet je ademen. Mevrouw, wij gaan er vandoor. Mag ik nog 1 keer dat peukje zien wat u ruikt? Hoor? Ja, dat gaat netjes weggooien. Mevrouw, meneer, wij zoeken nog wat vrijwilligers om erbij te gaan staan. Heb je zin of niet? Ja, bij die heren. Nou, het is voor een voetbalprogramma. Nee, goed. Nee? Ja, we staan voor het ziekenhuis. Ger, we zijn gearriveerd. Hans opgehaald. We gaan naar Ton Hamers. De vader van Lucien en de schoonvader van Hattie. Hans, ja. Heb je enig idee en over Ton, wat daar over bekend is? Ton. Ton Hamers. Ton, ja. Die is van Oornos. Vroeger Oornos. Ja. Dat is een hele belangrijke man. Volgens mij deed hij was en zo en achter de bar. En... Dat is de vader van Lucien, hè? Ja. Lucien ken je toch wel. Ja, en die moeder deed daar ook in mee. Die moeder deed. Die moeder, hè, mag ik in de reden mag vallen, dat vergeet je te vertellen. Dat is zo'n klein kort vrouwtje.
Nee, het valt voor mij is niet zo kort hoor. Hm? Ze is meer... Wat is het? Nou, ze is een beetje zo groot, ongeveer. Ja, nou, is toch klein kort groot? Ja, maar Hans is dit lang. Dit is klein kort. Dit is klein kort. Dit Hans is lang. Ze hebt dan iets kleiner als jou. Jij bent ook maar kort dan. Kijk, het is... Nee, maar... Kijk, Kees Remmerswaan, die is kort. Kom er maar bij. U bent de moeder van Ton Amers. Geen idee wie Ton Amers is. Nee. Komt spontaan een mevrouw bij? Ik heb vroeger? Nee. Geen idee zijn. Geen idee. Dat is heel jammer. Vertel eens namelijk, ik ben wel nieuwsgierig. Ja, nee, het is niet zo leuk. Hij ligt hier in het ziekenhuis. Oh, zo. Ja. Deksels. De knippen. Deksels. Ja, ja. Hey, zag je al schrikken? Ja. Laten we naar binnen gaan. Ja, het is koud. Voor jou ziet er zo mooi en charmant uit. Mevrouw, we moeten naar de actie. Ja, echt waar. Ja, dan moet je... Nee, niet filmen. Nee, nee. Ik... Moet je naar D? D. En dan rechts met... Dag mevrouw, dag meneer. Ik had even een vraag. Simon, die rijdt ook op deze wagen, hè? Simon. Simon? Kale Simon. Ja. Kale Simon. Kale Simon. Kale Simon, ja. Nou, ik uit, gelukkig een bij zijn van de voetbal, van de SVC 08. En hij loopt altijd zo te pochen, zeg, in dat ziekenhuis. Hij heeft ook altijd wel praatjes, dat klopt. En praatjes, ja. Ja, hij praatjes. En in dat ziekenhuis, dan zegt hij, ja, al die vrouwen zitten achter me aan en willen meerijden. Klopt dat? Klopt dat? Nou, ik dacht het niet, hoor. Nee? Weet het niet. Nee? Doe maar de groeten. Ik zal, nou, u mag het nu doen. Nee, wat moet ik doen? Hij is ondeugend, hè? Hij is heel ondeugend, Simon. Ja, ja maar dat u klopt. Ook. Ik zie het dan nu wel. Nou. Oké. Okay. Nou, we gaan nu naar boven naar Ton Hamers. Die kent u ook wel van vroeger, denk ik. Ton Hamers? Ja. Zo'n hele charmante man. Van vroeger. Toen Gerard, kom eens even. Simon Taal. Ik ga toch een onderscheiden... Simon Taal, ja. Ik ga een onbescheiden vraag stellen. Deze jongen is nog single. Hoe zit het met u? Ook single? Nee, even serieus. Hij is nog bezig met afvallen, dus dat komt wel goed. Ook al. Ik zou zeggen, gaat u naar boven? Ja, dank u wel. Nou, leuk even kennis gemaakt. Ja, leuk. Ja. Op de 8, hè? Nee, op de 8. Dat ging het zo weinig. 8 heb je, even druk op 8. 25. Staat daar zijn naam nog niet op? Nee, dat ik altijd. Ja. Ik wil een bal gehakt eerst nog meenemen. Nou, ik moet even aan die mevrouw vragen, dan maar meteen. Voor meneer Hamers. Kamer 24. Zo, wat zei ik nou? Zat ik erin naast? Ja, nee, Jan. Als u nou deze gang gewoon blijft lopen, nu naar rechts. Even zo, even onderzoeken. Ja, jongens, we staan hier bij Ton voor de vlakbij de deur. Ja. De vraag is, hoe is die eronder? Want ik heb er zitten wel gekheid te maken natuurlijk. Kan het. Zuster. Meneer Hamers. Ja, kan ik. Ja. Oké. Okay. Bedankt. Oké, okay. Dat is een hele geruststelling. Maar nou is de vraag: zal het kittige vrouwtje Hamers erbij zijn? Niet? Niemand. Ik denk de hele familie. Ze zijn al weg. Oké. Nou, wachten jullie even. Wacht even, dag zuster. Dag zuster. Wat is het? Wacht. Ja, nog even ietsje. Je ligt er mooi bij. Ja, nou ja. Beste Ton, kijk eens. Lekker zeg. Hier kan je dan zien dat de hele vereniging met je meeleeft. Want de laatste berichten die ik dan gehoord heb, die ik doorgespeeld heb naar de vereniging, is dat jij niet morgen thuis komt. Dat jij voorlopig hier eventjes moet revalideren. Rusten. Ja, minstens 3 weken. Hoor eens. En dan is dit toch wel iets wat de vereniging minimaal jou kan. Ik durf geen bal gehakt mee te nemen. Ja, wat jammer nou toch. Ik weet niet of je dat mocht. En de tussendeur gaat voortaan voor je open. Hè? We gaan niet meer omlopen. Hè? Dat hebben we afgesproken met de voorzitter. Ja, ik weet het. Dat is een afknapper. Zeg. Kun je de psycholoog even voor me bellen? Dat we allemaal een beetje meeleven met jullie. Hè? Die bal gehakt, dat vind ik maar niks. Ik weet dat hij ervan houdt. Ja. Ook bijna willen doen hoor. Maar ik denk, ja, dat kan ik niet maken. Dan krijgt hij het zonder zout. Dat bedoel ik. Moet je er ook apart bestellen, hè? Ja, je lusjes tegenwoordig zijn er ook, hè? Ja. Ik, ja. Als jij een bal van hem krijgt, zal er best wel een hapje af zijn, denk ik. Lucien die sloeg alarm eigenlijk, dat het zo slecht ging met zijn vader. Wat was er gebeurd?
Ja, ik was met mijn kinderen uit eten geweest. Ik zakte door mijn benen heen. Ik kon niet meer overeind komen. En zij kregen me niet opgetild, dus is de ziekenwagen erbij gekomen. Ben ik naar het ziekenhuis gebracht. Toen bleek dus dat ik tot aan mijn kruin van mij vol zat met vocht. En waar kwam dat vocht dan aan dan? Nou, waarschijnlijk hartproblemen. Het is verschrikkelijk. Ik leek wel een Michelin-mannetje. Lucien had het over 18 liter of zo. Het vocht moet eruit. En hoe halen ze het vocht eruit dan? Met zwartels. Jemig. Ja, ja. Het gaat hem opzetten, hè? Ja, tuurlijk. En doet het ook zeer? In het begin even, maar toen knapte dat been open. Ja, dat is een raar verhaal. Hij knapte gewoon open. Een porrie, die knappen open. Hij vocht wilde eruit. Ja, hij scheurde gewoon open. Er liep allemaal water uit. Je ziet hier nog in die knie. Hier, kijk eens even. Ja, hier, kijk, dat kan die indrukken, zie je? Ja. En zo is je hele lijf, zo. Ja, ja. Het is wel minder geworden, maar toen ik voor het eerst hier onderzocht werd, die artsje had zijn handen op mijn buik liggen. Ja. Naar een hele afdruk af. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie er zijn, jongen. Ook beton? Nou, hou het maar gewoon beton, hoor. Beton, ja. Ik ben blij dat ik je weer aangetroffen heb in een redelijke staat. En ik hoop dat je gauw weer op het sportpark gaat. Dat hoop ik ook, want dat mis ik enorm. Ja, tuurlijk. Niet kwijlen. Ik hoop het weer. Hebben we het goed gedaan? Of goed? Ja. Weet je wat het is? Nou komt die Lucien helemaal weer kwijlend naar me toe. Oh, wat leuk! Met mijn moeder. Nou, goed zeg, even gedaan. Hij moet fluiten voor de kleine avond. Hé, rustig aan. Hè. Dankjewel. Sterk, hè? Hé, hou vol, hè? Kom op. Juist. Dag, Tineke.